Oké, mensen. Power to the people, power to the troops. En vooral heel belangrijk op dit moment, power to the peace. En vandaag, power to the Boeddha. Ik ben vandaag hier al bij de heilige witte Boeddha. Met een mega uitzicht op de baai van Phuket. Kata Beach, Koron Beach. Waar ik ondergedoken zit als politiek vluchteling. Maar de Boeddha, die huilt. Hij huilt. Verschrikkelijk. Hij huilt voor alle mensen en vrouwen en kinderen die dagelijks worden afgeslacht in de Gaza. En nou is trouwens nu ook op de Westbank. Maar Boeddha huilt niet alleen voor hun. Wel het meeste. Want er is geen erger leed als wat de Palestijnen op dit moment in de Gaza wordt aangedaan. Door het puppetregime van Netanyahu. Met de bommen van het regime Biden. Maar ook het onderdeel van de F-16 van USCAA puppetregime Rutte. En wapens van de NATO. Al die puppetpolitici van het militair-industrieel complex zijn medeplichtig dat er elke 10 minuten een onschuldig kind en baby in de Gaza met Amerikaanse bommen, met NATO-bommen, met wapens uit de EU, uit Nederland, vermoord worden. De Boeddha kan niet ophouden met huilen. Hij houdt zich helemaal gek. Maar de Boeddha heeft ook verdriet. En dan beperk ik me even tot Nederland. Er was recentelijk een stuk op de dissident dat 3,5 miljoen bejaarden op het punt staan om, dissident, googelt u maar, noem het artikel, de genocide op de bejaarden in Nederland wordt gepleegd om natuurlijk miljarden aan wapens naar de CIA-puppet clown, coca-junkie Zelensky te sturen met zijn nazi Azov-bende om Rusland dwars te zitten. Ook weer in opdracht van het US reptielen pedofiele regime Biden. Maar in Nederland, waar ik het dus over heb, 3,5 miljoen bejaarden, 6 miljoen gewone Nederlandse burgers, hebben van de honger inmiddels geen ontlasting. Door die zogenaamde klimaattransitie, de boycott van het Russisch gas en al die miljarden aan wapens die gestuurd worden naar de Oekraïne. En natuurlijk al die miljarden, ik meen dat de begroting nu 11 miljard is, om de vluchtelingenstroom die veroorzaakt wordt door al die US reptielenoorlogen op te vangen. De Nederlanders staan dus op het punt. Na de verkiezingen komt natuurlijk hetzelfde kartelzootje weer aan de macht. Dit keer met andere poppetjes zoals Omtzigt, Fatman, Timmermans, de Monsanto-troll BB Caroline van der Plas. En het is dan het einde voor de gewone man. De gewone man leidt onder andere misschien nog wel meer in Nederland dan de Oekraïners in bepaalde gedeelten van de Oekraïne. Het verbaast mij dat de Nederlanders ook niet als vluchtelingen Nederland verlaten. In ieder geval, de Boeddha huilt en blijft huilen. Huilt voor de Palestijnse onschuldige slachtoffers die nu aan de lopende band vermoord worden. Waar is het internationaal strafhof nu? Die is niet thuis. Die moet Poetin vervolgen. Poetin heeft vier zogenaamd kinderen ontvoerd, helemaal niet waar. Heeft kinderen uit een weeshuis, want ze waren achtergelaten door die Oekraïners. Heeft hij die kinderen opgevangen en in een ander tehuis gezet. Die wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden. Maar Netanyahu, in opdracht van Biden en Macron en Rutte, die inmiddels ongeveer tegen de 5000 kinderen hebben vermoord, daar horen we het strafhof niet over. Nou mensen, pardon? Het is bizar. Kijk, gelukkig staat eigenlijk de hele wereld op nu tegen die massamoorden in de Gaza. Maar het wordt ook eens een keer tijd dat de hele wereld, beginnen in Nederland, opstaat tegen die extreme armoede die het nazi-regime Rutte al 30 jaar lang
met zijn wan- en misdaden heeft veroorzaakt. Jongens, geniet van het uitzicht. Hier zit ik dus als politiek vluchteling. Power to the people, power to the truth, power to the peace, and power to the crying.